Dementie en Alzheimer. Dat zijn eigenlijk twee termen die wij vroeger niet gebruikten. En dan sprak men inderdaad van seniel worden, maar wij spraken ook van kind worden. En dementie is eigenlijk een woord dat komt van het Latijn. En vrij vertaald betekent dat het verlies van geest. Wat ook wil zeggen dat de dementies, de ziektebeelden met dementie, tot de geestesziekte behoren. En Alzheimer, de ziekte van Alzheimer, is een dementie. Dag van vandaag gebruiken we dementie als een paraplu-begrip, als een collectieve term voor alle vormen van dementie. Dus Alzheimer is een dementie, maar niet elke dementie is Alzheimer. Dus dat is, denk ik, de uitleg. Wiesje, dat was een prachtige inleiding voor de volgende sprekers, maar ik ben toch van één ding geschrokken, van wat jij zei, en dat is, we doen nog maar 30 jaar onderzoek. Dan vraag ik mij af wat ik de eerste 3 jaar van mijn loopbaan gedaan heb. Want er zijn er 33, maar dat niet alleen. Ik heb dat gedaan en gestart in het instituut Bunge in Antwerpen. Nu geassocieerd met de Universiteit van Antwerpen. En het instituut Bunge is opgericht geworden door Ludo van Bogaert. In de jaren 1928-1930. En dat was eerst een stichting, maar het was al sinds de bedoeling van onderzoek te doen. Dus dat instituut heeft al die jaren onderzoek gedaan. En dan denk ik natuurlijk ook aan Alois Alzheimer, die in 1906, nu bijna 110 jaar geleden, een presentatie heeft gegeven in Tübingen op 3 november, dus binnenkort 110 jaar, waar hij dan toch een klinische en pathologische studie heeft gepresenteerd. Volgens mij is dat ook onderzoek. Wat wel juist is natuurlijk, dat in de periode dat ik als wetenschapper begonnen ben te werken, te onderzoeken, de genetica van Alzheimer-dementie, dat dementie erkend geworden is als een ziekte, dat is juist. Maar Ludo van Bogaert heeft de eerste publicatie over een van de twee families waar ik mee gewerkt heb in de genetica, geschreven in 1940. Dus ik denk dat er al veel langer onderzoek gedaan wordt. En zelfs voor Alois Alzheimer zijn er al rapporten van 50 jaar daarvoor die verwezen naar die ziekte. Weliswaar niet met de term dementie en ook niet met de term Alzheimer. Dus er wordt al heel wat meer onderzoek gedaan. Er is veel meer aandacht voor de ziekte van Alzheimer, wat maar één van de ziektebeelden is. Het ongeveer 70% van de patiënten heeft een ziekte van Alzheimer. Maar er zijn nog veel meer andere ziektebeelden waar we hier nu niet over spreken. En als er mensen zijn in het publiek die een patiënt hebben in hun familie of een verzorger die een patiënt kent met bijvoorbeeld frontaal kwabdementie, onderzoekers zoals hier die dementieonderzoek doen, onderzoeken elk ziektebeeld van dementie. Alleen kennen we in het algemeen meer van de ziekte van Alzheimer dan van die andere vormen. Ik ga mij focus leggen op de genetica van de ziekte en in dit geval de ziekte van Alzheimer. Dat is ook mijn specialiteit en dat is ook het onderzoek dat ik al 33 jaar doe. Nu, de eerste vraag die je moet stellen, is er genetica in dementie, in de ziekte van Alzheimer? Is er zoiets als het DNA van de ziekte van Alzheimer? Kan het zijn dat er in mijn DNA iets staat geschreven waardoor mijn kans op dementie zou verhogen of verlagen? Dus de erfelijkheid van dementie. Nu, dit zijn een aantal argumenten die wij gebruikt hebben, laten we zeggen dan 30 jaar geleden, om aan te tonen dat wel degelijk er informatie staat in uw DNA dat aantoont dat er een erfelijke factor is. Als je vraagt aan een groep van patiënten of hun vertegenwoordigers, is er nog een andere patiënt in de familie, dan in minstens 50% van de patiënten is er nog een ander familielid, minstens één ander familielid met een dementie. Dus je zou kunnen zeggen, het zit in de familie. Je kan dan natuurlijk ook zeggen, ja, maar die mensen zijn allemaal ongeveer even oud. En hoe ouder je wordt, hoe hoger je risico wordt. Dus dat is gerelateerd met hun leeftijd. Dan heb je natuurlijk het bewijs dat komt van de monozygote tweelingen. Dat zijn tweelingen die hetzelfde DNA gekregen hebben. En in verschillende studies wordt aangetoond dat bij deze tweelingen in 8 op 10 beide tweelingen ziek worden. Dat wijst erop dat er een zeer belangrijke component is van het DNA die een bijdrage levert, maar het toont meteen ook aan dat er een aantal mensen dan toch nog kunnen ontsnappen. Nu,
in een aantal zeer zeldzame families, en ik moet benadrukken dat dat zeer zeldzaam is, en dat dan gaat over jongdementie. Dat is een dementie die de eerste symptomen geeft voor de leeftijd van 65 jaar, en ik kom daar straks op terug, wordt de ziekte doorgegeven van generatie tot generatie. Dat is een erfelijke dementie. En dat is wat de meeste mensen, als ze denken over erfelijkheid, dat is wat ze associëren. Iets dat je ziet in de familie en dat wordt doorgegeven, dat wordt overgeërfd. Het gaat hier enkel en alleen over jongdementie. Het eerste argument dat we gebruikt hebben zoveel jaar geleden, 33 jaar geleden, is dat personen met het Down-syndroom, dat deze personen in hun hersenen dezelfde hersenletsels ontwikkelen, die hier al genoemd geworden zijn, amyloïde plakken en tau-kluwens, als patiënten met de ziekte van Alzheimer. We hebben dat als argument gebruikt om onze eerste zoektocht te richten op chromosoom 21. Waarom? Omdat personen met het syndroom van Down niet twee chromosomen 21 hebben, zoals normaal is, maar drie chromosomen 21. En dat de code voor dat amyloïd, die stof die de belangrijkste component is van deze plakken, gelegen is op het chromosoom 21. En als je normaal met twee chromosomen 100% van dat amyloïde gaat produceren, dan ga je met drie chromosomen 150% produceren, waardoor je dus die amyloïde plakken krijgt en daarop volgende tau-kluwen en dus een Alzheimer-dementie ontwikkelen. 75% van de patiënten met Down-syndroom kunnen gediagnosticeerd worden met Alzheimer-dementie. De andere 25% is het mogelijk dat deze diagnose niet kan gesteld worden, omdat ze niet dezelfde mentale niveau bereikt hebben. Wij hebben dat gebruikt in ons onderzoek om te gaan zoeken in grote families waar de ziekte werd doorgegeven van generatie tot generatie naar genetische fouten, erfelijke fouten voor Alzheimer-dementie. En daar kom ik nog op terug. Dus er is wel degelijk een zeer belangrijke component van de genetica in Alzheimer-dementie. De belangrijkste risicofactor blijft natuurlijk nog altijd leeftijd, dat wil zeggen oud worden. In jong dementie is deze genetische component veel sterker dan in ouderdomsdementie. En vaak hoor je mensen die ouder zijn van 65, geconfronteerd worden met die vergeetachtigheid, die zeggen van, oei, ik ben het vergeten, ik krijg Alzheimer, en mijn moeder had het, mijn vader had het, ik ga het zeker krijgen. Dat zijn beide zijn foute interpretaties, zijn foute concepten. Dat ga ik proberen aantonen. Ik ga beginnen met jongdementie. Omdat we uit jongdementie heel veel geleerd hebben over de genetica. In de tijd dat ik mijn onderzoek startte, hadden de instrumenten die we hadden, lieten ons wel toe om een werkelijke erfelijke dementie te onderzoeken, maar niet om een ouderdomsdementie te onderzoeken wat betreft de inhoud van de genetica. Dus ik ga eerst spreken over jongdementie. Ik heb het al gezegd, jongdementie zijn patiënten die de eerste symptomen krijgen voor de 65 jaar. Dat zijn patiënten met symptomen tussen 30 en 60 en de meerderheid van de patiënten hebben deze symptomen tussen 45 en 60. De jongste patiënt die ik ken van mij uit mijn onderzoek is een patiënt die gestorven is op de leeftijd van 28 jaar en een diagnose had gekregen op de leeftijd van 22 jaar. Dus dat is heel ongewoon, maar het komt wel voor. In deze groep van patiënten met jongdementie zien we dezelfde ziektebeelden. Dus ook daar is de Alzheimer-dementie de meest frequente vorm van dementie. Wat we wel zien bij jonge patiënten is dat de ziekte meestal sneller verloopt. Men noemt dat dan agressiever. En dat dezelfde letsels aanwezig zijn in de hersenen, amyloïde plakken en tau-kluwen. En ik laat u straks een microscopisch beeld zien. Het proces lijkt sneller te verlopen. Als we dan kijken naar Alzheimer-jongdementie, dan kunnen we zeggen dat op jonge leeftijd dat voorkomt in 1-6% van de patiënten. Er zijn niet veel juiste cijfers bekend, zeer zeldzaam. Men ziet bij jong dementerende vaak meerdere patiënten in de familie, niet altijd met een duidelijk overervingspatroon, dat is familiale Alzheimer-dementie. In 10-13% van deze groep, waar er patiënten aanwezig zijn,
kan je zien dat de ziekte wordt doorgegeven van generatie tot generatie volgens een heel eenvoudig overervingspatroon. Ik laat u straks een stamboom zien. Dat is wel degelijk een erfelijke dementie. Een erfelijke dementie betekent dat je een fout kan vinden, één fout in het DNA, waardoor als je drager bent van deze fout, je de ziekte krijgt met nagenoeg een zekerheid van 100%. Als je gaat kijken in de volledige groep van patiënten met jong dementie, zijn er ongeveer 5% van deze mensen die een dergelijke fout dragen. Ga je kijken naar alleen die families die een familiale achtergrond hebben, waar er nog andere patiënten zijn, dan zal dat 10% zijn. Ga je kijken in die families waar er duidelijk een overgeërfde vorm is, is dat 20%. Dus de dag van vandaag kunnen wij ongeveer 1 op 5 van deze families verklaren. De andere families, daar zijn we nog steeds op zoek naar de onderliggende genen. Dit is een stamboom, een theoretische stamboom in dit geval, want er is niemand overleden. U kan zien dat er 3 generaties zijn. Dat zijn de grootouders, de kinderen en de kleinkinderen. De donkere figuren, u kan ook zien man en vrouw in dit geval. Dat is de grootvader, hier is een dochter, een zoon en nog een dochter. In het blauw, de vader is drager van een erfelijke fout. En ongeveer de helft van de kinderen, dus hier zijn 2 en 3 kinderen, het is moeilijk statistiek te doen van de kleine getallen natuurlijk, maar er zijn ongeveer 50% van de kinderen die die erfelijke fout van de vader hebben overgekregen. 2 kinderen zijn ontsnapt. De kinderen die niet de ziekte gekregen hebben of de fout gekregen hebben, hebben gezonde kinderen. En andere kinderen krijgen kinderen met de ziekte. Dat is wat wij noemen een dominante overerving. Het is voldoende van 1 erfelijke fout te hebben op 1 van de 2 chromosomen die je draagt. Je hebt altijd alles in 2. Als je die doorgeeft, geef je de ziekte door. Als je je gezonde chromosoom doorgeeft, geef je de ziekte niet door. Of met andere woorden, iemand die geboren wordt in een familie waar er een erfelijke dementie is, op jonge leeftijd, heeft 1 kans op 2 om drager te zijn van deze erfelijke fout. Het is een van deze families, er zijn 2 families waar ik mee gestart ben, 33 jaar geleden, om onderzoek te doen. En de familie ADA is de familie die opgeschreven is door Ludo van Bogaert, in die tijd allemaal in het Frans. En hij had toen al een stamboom daarin staan, alhoewel pas in 1953 we wisten hoe dat DNA werd doorgegeven, hoe dat DNA eigenlijk gecodeerd werd. In deze familie, maar ook in deze Belgische familie, is de gemiddelde aanvangsleeftijd 35 jaar plus minus 7 jaar. Dat is zeer, zeer jong. Ik heb nog steeds contacten met deze familie. Dit is een verkorte stamboom, dat zijn reusachtige stambomen. Ondertussen zijn er al generaties bijgekomen en nog steeds werken deze mensen mee aan het onderzoek, want dat is zeer belangrijk. Op dat moment als wij hen benaderden, wisten ze natuurlijk wel dat ja, een ouder is ziek geweest, of een tante, of een broer, of een zus is ziek geweest. Maar ze wisten niet dat dat de ziekte van Alzheimer was. Met andere woorden, een ouderdomsziekte die voorkomt op zeer jonge leeftijd. Ze hebben wel allemaal meegedaan aan het onderzoek. En ze hebben gezegd dat het niet voor ons is, niet voor onze kinderen, dan minstens voor onze kleinkinderen. Ondertussen ben ik al bijna 2 generaties aan het werken. Dit type van families, en in Vlaanderen hebben wij uitzonderlijk grote families, type van families zijn zeer belangrijk voor DNA-onderzoekers, voor het onderzoek van de erfelijkheid, omdat wij op die basis kunnen kijken welke elementen, welke schrijffouten of welke erfelijke fouten in dit geval mee overgeërfd worden telkens met de ziekte. Ik heb niet de tijd om in details te gaan. Er zijn de dag van vandaag 3 genen gekend. Codes voor eiwitten en het eerste wat op de lijst staat is de code voor dat amyloïde eiwit. En u kan zien dat dat gelegen is op chromosoom 21. U kan ook zien dat het is in 1991 geïdentificeerd, dat er maar 2-5% van de mutaties voorkomen in dit amyloïde gen, als ik het zo mag uitdrukken. Er zijn er nog 2 andere die genoemd zijn presenilline, want iemand die seniel werd op jonge leeftijd, die noemden we dan presenil in die tijd. En we wisten niet wat deze stof deed,
We weten dat nu wel. En dit is gewoon gecodeerd geworden als presenilline 1 op chromosoom 14 en een gelijkende code op chromosoom 1 en dat is het presenilline 2. U kan zien dat de meeste fouten voorkomen in dat presenilline 1. Al deze, of deze drie eiwitten of deze drie stoffen spelen een rol in de vorming van deze amyloïde plak. Dat is nu een foto gezien onder de microscoop van zo'n amyloïde plak. Dat is iets dat in de hersenen verschijnt door het ziekteproces, daar normaal niet aanwezig is. En wat wij denken is dat dit amyloïde de hersenomgeving vergiftigt en door dat te doen een negatief signaal gaat geven aan de hersencellen. Deze hersencellen trachten zich te redden, trekken hun verbindingen terug en door dat te doen ontwikkelen zij in het cellichaam touwkluwen. Je hebt het woord touw al gehoord. Elk eiwit in uw lichaam krijgt een naam, zoals u ook een naam hebt. En daardoor slipt deze hersencel dicht. Er kan geen informatie meer doorgestroomd worden. En deze hersencel sterft af. En je hebt gezien dat het massaal afsterven van hersencellen leidt tot een krimpend brein. En het is dat krimpend brein dat eigenlijk de zetel is van de ziekte van Alzheimer. Wat we wel al weten is dat, ik sta hier heel slecht voor de pointer te gebruiken, als we kijken naar presenilline 1 en de mutatiedragers, mensen die een fout dragen, een erfelijke fout, in het presenilline 1, in dat amyloïd of in het presenilline 2, kan je zien dat deze dragers met een presenilline 1 veel jonger zijn dan deze met een fout in het amyloïd, dan deze in het presenilline 2. Je kan zien, de gemiddelde aanvangsleeftijd is 43 jaar, voor presenilline 1 51 jaar en 57 jaar. Dat zijn mensen op zeer jonge leeftijd. Ondertussen kennen we heel veel meer van deze families en zijn vaak de kinderen in de families die nu vragen achter de genetische testen. Er wordt medisch-genetisch getest voor erfelijke dementie, zoals er voor andere erfelijke ziekten ook getest wordt. Dat gebeurt symptomatisch als de patiënt al de ziekte heeft en dan kan vaak een klinische diagnose ondersteunen. Of het kan de diagnose helpen een subtype te maken, het ziektebeeld mee te bepalen. Er kan ook presymptomatisch getest worden als een koppel, als in een koppel een van de ouders drager is, dan kunnen de kinderen prenataal getest worden. Dat is duidelijk erfelijke belasting er is en patiënten met een jonge leeftijd. Genetische testen zijn uiteraard beperkt tot de drie gekende genen. Ik heb u al gezegd dat 80% van de families niet verklaard geworden is. Dus de zoektocht naar andere genen gaat nog steeds voor. Dus wij kunnen nog maar een zeer kleine groep van een zeer kleine zeldzame groep van erfelijke dementies verklaren. Dan is simpele genetica. Voor mij. Ik weet niet of dat u dat simpel vindt, maar het is eigenlijk simpele genetica. En iedereen begrijpt over erven. We weten als we iets erft, dat krijgen we van de ouders. Hè. Ik heb het nu dan over biologische erfenissen. Maar dat is redelijk duidelijk. Als we spreken over ouderdomsdementie, waar de mensen zijn met de vergeetachtigheid die zeggen, mijn moeder had het, mijn vader had het, ik ga het zeker krijgen, dan wordt dat een moeilijker verhaal om dat uit te leggen. Daar speelt leeftijd de belangrijkste rol, maar toch ook draagt genetica bij tot het risico, maar evengoed tot bijvoorbeeld het vroeger of later krijgen van de ziekte. Hier ga ik niet spreken over erfelijke fouten, hier ga ik spreken over schrijffouten. Dat is een beetje semantisch, maar het helpt toch om het te begrijpen. Uw DNA is eigenlijk zeer eenvoudig, gebruikt een zeer eenvoudig alfabet. Er zijn maar vier letters, A, G, C en T. Het probleem is dat dat 3 miljard letters zijn die achter elkaar staan geschreven, zonder punten, zonder komma's, zonder spaties. U kan die gaan lezen, want u kan de code van de mens, mensgenoom, zeg maar, via het internet. Maar als u dat leest, gaat u er toch niks van begrijpen. Ik ook niet, tussen haakjes. Maar wij trachten in deze 3 miljard letters schrijffouten op te zoeken. En wij doen dat bijvoorbeeld in een groep van patiënten, mannen en vrouwen, en een groep van, laten we zeggen, controlepersonen, dat zijn mensen zonder een dementie. Beide groepen hebben dezelfde gemiddelde leeftijd en dezelfde spreiding. En we gaan dat lezen, dat gebeurt door bioinformatica, door computerprogramma's te gebruiken, en we zoeken de schrijffouten.
Dat is zo'n schrijffout hier. Hier staat een A en hier staat een G. En wat we doen is een soort van associatie. We doen statistiek met andere woorden. En als deze A hier op deze plaats veel meer voorkomt bij patiënten en deze G veel meer bij controles, dan kan je zeggen dat als hier een A staat, je meer risico hebt om in de patiëntengroep terecht te komen dan dat je in de controlegroep zou komen. Ja? Dat geldt natuurlijk niet voor één schrijffout. Er zijn meerdere schrijffouten die kunnen geassocieerd worden met de ziekte van Alzheimer. De dag van vandaag kennen we er ongeveer 45 goed, maar er zijn er al veel meer die geregistreerd zijn. Hoeveel dat er gaan worden, dat weet ik niet. Maar wat we ook weten, is dat sommige van deze schrijffouten uw risico gaan verhogen en sommige van deze schrijffouten uw risico gaan verlagen. En ook dat sommige van deze schrijffouten met elkander kunnen samenwerken om het effect te vergroten van uw risico of het effect te verlagen, u beter te beschermen. Dat risicoprofiel bestaat dus uit meerdere kleine wijzigingen in uw DNA die, als u ouder wordt in ouderdomsdementie en uw cellen verouderen, dan pas eigenlijk het effect gaan bijdragen dat mee zal bepalen wanneer u deze ziekte krijgt en hoe deze ziekte zal verlopen. Sommige mensen hebben een hogere gevoeligheid dan anderen en anderen zijn beter beschermd, dat hebben we al gehoord in de lezing van Wiesje. Een rekensom noem ik het. Als we al deze schrijffouten zouden kennen en we zouden weten welke er het risico verhogen en welke het risico verlagen en welke samenwerken en welke elkander samenwerken en u beter beschermen of het risico verhogen, dan zou je dat kunnen uitrekenen en dan zou je kunnen zeggen, kijk mevrouw, je hebt een risico van 82,3% dat je op de leeftijd van 67 een dementie gaat krijgen. Ik zeg het simpel, want uiteindelijk gaat het niet alleen de genetica zijn, je moet ook het risico van de leeftijd nemen en ook de risicofactoren van de omgeving en daar hebben we nog niet eens over gesproken. Nu, zo'n risicoprofiel gaat men naar de toekomst zeker en vast opstellen. En ik laat u straks een eerste oefening zien, maar waarom kan u nu niet zeggen, mijn vader had het, mijn moeder kan het zeker krijgen, u kan alleen maar zeggen, het zit in de familie, is omdat u natuurlijk maar de helft van uw vader krijgt en de helft van uw moeder. En als het nu 100 van die schrijffouten zouden zijn, dan hebt u er maar 50 van uw vader gekregen en 50 van uw moeder. En u bent eigenlijk een nieuwe rekensom. U moet onmiddellijk terug beginnen rekenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dus je kan het niet voorspellen, je kan alleen maar zeggen, het zit in de familie en u kan uw risico nog niet berekenen. Maar ik ben er zeker van dat binnen een aantal jaren dat wel mogelijk gaat zijn. En op die manier dat genetisch risicoprofiel te gebruiken om zeer vroegtijdig, want u kan het DNA gebruiken van elke cel, u hoeft dat niet van de hersenen te doen, u kan gewoon bloed afnemen, een idee te krijgen over het risico, het genetisch risico van deze persoon. Nu, elk van deze schrijffouten apart kan geen Alzheimer veroorzaken, het is het risicoprofiel zelf. Wat wij gedaan hebben als oefening in het onderzoek, we hebben 22 van deze schrijffouten gebruikt en we hebben daar een risicoprofiel met opgesteld en we hebben de groep kunnen opdelen in 3 groepen. Een groep van patiënten met een laag risico, een groep van patiënten met een hoog risico en een tussengroep. Dat is natuurlijk nog maar 3 groepen, maar het hebben we van deze informatie over mensen die een hoger risico hebben, laten toe bijvoorbeeld om in klinische testen, naast een amyloïde PET-scan bijvoorbeeld, naast biomerkers, ook de genetica te gebruiken om de juiste groep te selecteren voor het juiste experimentele medicijn en die de grootste kans hebben om erop te reageren en op een snelle manier. Dus voor het onderzoek is dit al heel belangrijk, voor de diagnostiek nog niet. U kan de dag van vandaag nog geen genetisch risicoprofiel laten maken. Dat is belangrijk om te weten. Ik kom aan het laatste deel van het verhaal. Hoe heeft de genetica bijgedragen tot meer inzicht in de biologie van de ziekte, in het mechanisme? Ik heb al verwezen naar het feit dat we denken dat, en dat is een dominante hypothese die niet door iedereen gevolgd wordt, dat het amyloïde eigenlijk een boosdoener is. Dat het amyloïde eerst komt met de plakken
en dan de omgeving vergiftigd en dan de kluwen. En op basis daarvan heeft men een hypothese gemaakt. Dit is een tekening. Hier ziet u eigenlijk een neuron, een hersencel, die door de aanwezigheid van een amyloïde plak is afgestorven en opnieuw dat krimpend brein. En dan heb ik een zeer eenvoudige dia, dat is een tekening die ik zelf gemaakt heb. En ik gebruik die al heel lang, maar ik denk dat ze toch nog altijd kan gebruikt worden. Je moet die zaak ook simpel kunnen voorstellen. Het is te simpel voor de specialisten. Maar het geeft u een idee hoe dat men geprobeerd heeft over de jaren, nu al meer dan 20 jaar, om een nieuwe therapie te ontwikkelen op basis van deze amyloïde hypothese, waarbij men amyloïde als een doelwit gebruikt heeft. En het idee is dat het amyloïde door het ziekteproces, u ziet leeftijd, uw DNA, uw levenswijze, dat we niet over gesproken hebben, dat dat verandert door de ziekte en laat ons zeggen een foute amyloïd wordt. Dat begint te klonteren eerst, hele kleine klontertjes, om dan langzaam maar zeker te groeien en op een zeker moment gaat dat neerslaan als een plak in de hersenen. Dan gaan de hersencellen afsterven. U kan zien dat is een ongelukkige hersencel. En dat is een proces dat heel langzaam begint. 10 tot 20 jaar voor de eerste symptomen, hebt u ook al gehoord. En dat op een gegeven moment begint te versnellen. En dan bent u op een dementiecurve en gaat u sterven met een dementie. En heel eenvoudig gezegd, ik weet het, men heeft geprobeerd om deze vicieuze cirkel te onderbreken door bijvoorbeeld, laat maar zeggen, het klonteren te voorkomen, het neerslaan te voorkomen, of die plakken weg te wassen, maar dan met een biozeep, niet die van uw wasmachine. En recent dan ook door een vaccinatie, hè, amyloïde vaccinatie. Of met een neurobol, dat is iets dat ik zelf verzonnen heb. Een Red Bull, dat kent u natuurlijk, is een krachtdrankje, maar een neurobol, daarmee bedoel ik het gebruik van groeistoffen, biologische groeistoffen die uw hersencellen kunnen ondersteunen. En als het nodig is, die touwkluwen die hier staan, maar er niet te zien zijn, die zou je dan ook nog kunnen ontwarren. En op die manier zou men kunnen bijdragen tot het onderbreken van dat proces. Misschien eerst vertragen, dan kunnen stopzetten en dan voorkomen. En dat is dan die preventie waar we het over hadden. De meeste van deze klinische testen zijn niet gelukt. Ik weet niet of professor Van den Bergen daar gaat verder over spreken. Maar dat is de hypothese die ontstaan is, voornamelijk op basis van het genetisch werk gecombineerd met het neuropathologisch werk en het klinisch werk van verschillende onderzoekers die ons zijn voorgegaan. Wij blijven verder doen met genetica. Wij willen de ganse genetische kaart maken van Alzheimer-dementie in elke andere vorm van dementie, om op die manier ook doelwitten te vinden, hypotheses uit te werken, die kunnen gebruikt worden om nieuwe therapeutische middelen, om nieuwe experimentele medicijnen te ontwikkelen. En dit is mijn, wat wij hier oneerbiedig noemen in ons onderzoeksdepartement, het dementieteam. Voor deze jonge mensen telt dat nog niet. Voor mij natuurlijk, ik zit al in de risicogroep. Dan telt dat wel. En daar wil ik toch mee zeggen, wetenschap doe je nooit alleen. En vooral niet het experimentele wetenschap. Daar heb je veel wetenschappers voor nodig. En dan dank ik u voor uw aandacht.